ook weer thuis zijn, zo zijn we. Even een korte introductie voor degenen die niet weten waar we nu zijn. We zijn op de Valreep. Een prachtig dierenasiel dat 4 jaar lang heeft staan verkrotten. Tot het iets meer dan 2 jaar geleden werd gekraakt. En er met hulp van heel veel vrijwilligers een prachtig sociaal centrum gebouwd werd. Met dank, niet alleen aan vrijwilligers, ook aan de mensen uit de buurt. Die ons gesteund hebben op de momenten dat het nodig was dat we bij het stadsdeel langs gingen. Maar die ook uitgebreid hun bijdrage hebben geleverd, bijvoorbeeld aan de tuintjes. Waarom zijn we hier dan vandaag? Omdat er 2 jaar lang allemaal hele mooie dingen opgestart zijn en we nu gewoon weer op mogen zouten. Eigenlijk moeten we weg. En dat willen we niet. Dat vinden we zonde. We willen blijven. En dat is waar we vandaag voor gaan dansen. Maar we dansen voor meer dan alleen de valreep. We dansen vandaag ergens voor. En dat is eigenlijk voor het behoud van een stukje authentiek Amsterdam. Een stukje Amsterdam dat niet glimmend is. Waar je niet alles alleen maar mag doen als je het 3 jaar van tevoren gepland hebt en het opgenomen is in de plannen van de autoriteiten. Dat waar je niet altijd ongelooflijk veel geld moet betalen om ergens binnen te komen of iets voor elkaar te krijgen. Die stad waar nog gekke dingen gebeuren. Waar nog iets onverwachts gebeurt. Waar geëxperimenteerd mag worden. En dat moet vanuit een laagdrempelig initiatief. De Valreep is zo'n initiatief. En we zijn haast verbaasd dat we er nog zijn. Dat is vreemd in een stad als Amsterdam, waar je eigenlijk zou denken dat die initiatieven best wel ruimte zouden krijgen. Maar dat is niet meer zo. Hoeveel plekken zoals de Valreep zijn er nou nog in Amsterdam? Bijna geen meer. Goed. We zijn heel blij dat er een aantal van dat soort fantastische initiatieven vandaag meegaan tijdens deze tocht. Ik noem een ADM, een Baaiersdorp, Dutch Asset Family, Damoclash is er, de Space Invaders zijn de fantastische initiatieven die vandaag met ons meegaan om aan de stad te laten zien dat het belangrijk is dat we dit soort dingen blijven doen. En daar gaan we voor dansen vandaag. Dansen voor het behoud van de valreep en dansen voor het behoud van een stukje Amsterdam wat we aan het kwijtraken zijn. We gaan vieren dat een plek als de Valreep nog bestaat, dat Baaiersdorp nog bestaat, dat ADM nog bestaat, dat Ruigoord nog bestaat en dat er alsjeblieft weer meer van dat soort plekken komen. Les blagues qui glacent pas sur le mat pour qu'une machine à sa pas d'arranger les pas pour la femme. Côté d'amour, c'est un bon mot.